kokosnoot. Hoe gaan we die nou openmaken? Ik heb twee dingen nodig. Een kurkentrekker. En een mes. Ik hoop dat dit zwaar genoeg is. Het moet een beetje zwaar zijn. Het hoeft niet scherp te zijn. Met die kurkentrekker maak je eerst een gat in een van deze pitten. Eentje is zacht. Dan kan je dus die kan je gewoon indraaien dan. In de zachte. En dan moet je even een beetje zo eraan trekken. Kijk, dan heb je gelijk een gat. En dat kan dan de kokosmelk in. Of water, ik weet eigenlijk niet wat het is. Dat duurt even. Er zit best wat aardig wat in. In het land van herkomst zie je altijd dat mensen dat dan zo aan hun mond zetten en het dan gelijk leeg drinken. Je had nog aardig wat. Zo. Dat is een goeie. Nou, kijk eens. Het is een hele aparte smaak. Een beetje typisch. Maar je pakt hem gewoon beet en dan sla je met het mes gewoon. Nee, het moest zo. Gewoon slaan. En een beetje ronddraaien. Komt hij al. Dit is de kokosnoot. Van binnen. Je kan ook gewoon natuurlijk naar de markt gaan en een zakje kokos halen. Dat is misschien makkelijker. Kijk. En wat maakten we daar vroeger ook alweer van zo'n kokosnoot? Dit? Een vogelhuisje. Hebben we een vogelhuisje. Hoe was dat alweer? Of een voederbakje. Of een BH. Ja, of een bikini. Maar dan moet je er twee hebben hoor. Dus even wachten. Dan zal het zo meteen, zullen we dat ook even demonstreren hoe dat eruit ziet? Er zitten hier twee dames. Dus